Op de markten in Altena worden valse briefjes van 50 euro uitgegeven. In totaal zijn er al 4 aangiften gedaan. Marktkoopman Johan Biekens staat zelf al 35 jaar op de markt in Wijk en Aalburg en is nu extra alert. Ik heb al een paar berichtjes gehad van Ramsdorpveer en van Nieuwendijk dat daar vals geld aan is getroffen. Om het vals geld tegen te gaan is er maar 1 oplossing. Nou, extra controleren. Want als u vals geld ontvangt op zo'n dag, dan is een dag haast niks verdiend. Nee, dan is niks verdiend. Want je bent de 50 euro gewoon kwijt, want de bank die schrijft niet bij op rekening. Je bent gewoon kwijt. Dus het kost dubbel geld. Het valse geld wordt uitgegeven door 3 mannen. 2 van hen kopen meerdere keren kort na elkaar spullen bij een kraam op de markt. Donderdag was dat in Nieuwendijk het geval. Een 3de man staat op de uitkijk. De heren rijden in een grijze Citroën C5, waarvan het kenteken begint met 16. Mensen die het voertuig zien tijdens de markt in Altena worden verzocht contact op te nemen met de politie.